Focus hier en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. We weten allemaal dat het effect van lange termijn beleggen hartstikke mooi kan zijn. Want als we alleen al kijken naar de S&P 500 over de laatste 70 jaar, is het gemiddeld rendement per jaar 7%. Dat is natuurlijk hartstikke mooi, kan je leuk vermogen opbouwen, maar in die laatste 70 jaar zijn er natuurlijk ook meerdere fases geweest van crashes en dalingen. Daar wil ik vandaag over hebben, want we gaan namelijk kijken of je de markt kan timen. Dus laten we snel beginnen met de video. Als je al vaker video's hebt gekeken op dit kanaal, weet je dat ik gewoon ervan overtuigd ben dat je de markt niet kan timen. Maar alsnog zijn er heel veel beleggers die toch een poging wagen. Terwijl zelfs iconen als Warren Buffett heel duidelijk zijn, we weten gewoon niet welke kant we op gaan. En daarom vooral kijken naar de lange termijn. Maar als ik kijk naar beleggers die bijvoorbeeld een jaartje of 2 à 3 bezig zijn, merk je dat heel vaak beleggers toch nog luisteren naar het onderbuikgevoel. En toch denken van ja, is het nu wel verstandig om de ETF van de S&P 500 te bezitten? Want ik verwacht een recessie, ik verwacht dat de rente omhoog gaat, etc. Laat ik toch maar een poging wagen om wat te verkopen in de hoop op een lager punt weer bij te kopen. Zodat ik op de lange termijn meer rendement kan behalen. En dat is natuurlijk niet zo gek. Want alle beleggers hebben allemaal verschillende overtuigingen en iedereen denkt, ik heb het bij het juiste eind. Maar als we vervolgens bijvoorbeeld op de S&P 500 chart kijken en we zoomen even uit, mag het natuurlijk duidelijk zijn als je bijvoorbeeld kijkt naar de laatste 50 jaar of zo, dat het rendement gigantisch is. Maar je kan natuurlijk niet ontkennen dat er ook meerdere fases zijn geweest dat we inderdaad verschillende dalingen hebben meegemaakt. Als we bijvoorbeeld alleen al kijken naar deze eeuw, zijn er natuurlijk wel meerdere crashes geweest. Natuurlijk de dotcom crash, vervolgens de kredietcrisis en natuurlijk in 2020 de corona crash. En als je dan kijkt naar die forse dalingen, denk je bij jezelf, maar wat nou als je hier op dit hele lage punt in 2009 alles weer had ingekocht, terwijl je misschien op dit hele hoge punt, nadat je jarenlang dat hebt opgebouwd, alles hebt verkocht. Ja, dan is je rendement natuurlijk fantastisch. Maar dat is onbegonnen werk, want er speelt zoveel dat je nooit alle informatie tot je hebt, waardoor je elke keer de juiste keuze kan maken. Want als we ook eventjes een blik werpen sinds 1980, en dan gaan we er even vanuit dat er een investering is geweest van 10.000 euro, dan zie je heel erg duidelijk dat er verschillende momenten zijn geweest dat er sprake was van onverwachts nieuws wat zorgde voor een flinke daling. Ik ga ze natuurlijk niet allemaal één voor één voorbij lopen, maar je ziet ze natuurlijk allemaal op je scherm. En er staat ook in de tekst, it's about time in the market, not timing. En dat geeft dus heel erg duidelijk aan dat sinds 1980 een investering van 10.000 euro in de S&P 500 is uitgegroeid tot, nou, laten we zeggen, 170.000, 180.000 euro. Dat is natuurlijk een gigantisch rendement, maar het is niet alleen maar omhoog gegaan. Want zoals je ziet zijn er meerdere gebeurtenissen geweest die natuurlijk hebben gezorgd voor een daling of zelfs bijvoorbeeld een gigantische crash zoals de Lehman Brothers, wat natuurlijk het begin was van de kredietcrisis. Dus als je kijkt naar dit overzicht, ja, het is een onbegonnen werk om dit allemaal te zien aankomen. En er zijn natuurlijk ook nog heel veel andere dalingen geweest waar niet direct één reden achter zit. Dus het is eigenlijk onbegonnen werk om dit allemaal in te schatten. Maar toch in deze video wil ik een poging wagen om te kijken van, kan ik de markt timen? Nou, voor ik daar verder op inga, mocht je op zoek zijn naar een platform te gaan beleggen, ik beleg bij de Giro en bij Trade Republic en voor beide loopt een speciale actie via de link in de beschrijving. Want als je bij de Giro registreert via de link in de beschrijving voor 31 januari, krijg je gemaakte transactiekosten tot en met 28 februari terug met een max van 100 euro. En als je bij Trade Republic registreert via de link in de beschrijving, krijg je bij registratie een gratis aandeel ter waarde van 25 euro. Zitten wel wat voorwaarden aan vast, dus altijd dat eventjes doornemen. Dus ik zal voor beide even in de beschrijving zo'n link achterlaten. En als je besluit te registreren via de linkjes, maak er dus gebruik van de actie. Daarbovenop steun je ook nog eens het kanaal, want ik krijg een vergoeding voor deze samenwerking. Kost jou niks extra's, maar kan ik dit soort video's wel blijven maken en zal ik natuurlijk altijd waarderen. Goed, laat ik overgaan op het timen van de markt. Het is in mijn optiek onbegonnen werk, maar met dit spelletje gaan we een poging wagen. Ik zit namelijk op de website van Personal Finance Club. Die hebben namelijk Time the Market Game. Misschien ken je die naam al, want ze zijn ook bekend op Instagram, TikTok en Facebook. Zelf zit ik daar eigenlijk nooit op, dus ik ken ze wel van naam, maar ik zie nooit een post. Maar ik kwam achter dit spelletje en ik dacht bij mezelf, dit kan heel erg interessant zijn. Want er is namelijk sprake van een investering van $10.000 en er wordt een willekeurige periode erbij gepakt van 10 jaar over de Amerikaanse aandelenmarkt. En dan moet je dus inderdaad bijvoorbeeld op start drukken en dan kan je besluiten, oké, nu wil ik een positie kopen, nu wil ik verkopen, zodat je inderdaad de markt gaat timen. Maar misschien denk je bij jezelf, ja, maar wat voor nut heeft dat nou? Want je hebt het over een willekeurige fase van 10 jaar, dus je hebt geen idee wat er allemaal speelt.
Nou, dat is dus nu ook in de werkelijkheid zo. Heel veel mensen die aan het beleggen zijn, denken te weten wat er gaat gebeuren, maar dat is gewoon schijnkennis. Heel veel mensen hebben wel verwachtingen, iedereen heeft verwachtingen, ook allemaal andere verwachtingen. En ik kan je verklappen, niemand heeft het constant goed. Natuurlijk, er zullen fases zijn dat je onderbuikgevoel inderdaad uitkomt, maar er zullen ook fases zijn dat je onderbuikgevoel je bedrogen heeft. Dus het is heel erg lastig om elke dag maar weer precies de juiste timing te hebben. Want als jij bijvoorbeeld aan het einde van 2021 had gezegd toen Tesla gigantisch was gestegen, je zag dat de omzet groeide, er werden steeds meer auto's verkocht, de profit margin ging omhoog, ze haalden op een bepaald moment zelfs winst, dat je op dat moment zei 2022 wordt het jaar met een daling van 70%, denk heel veel beleggers, het zal wel. Tesla staat aan het begin om de hele automarkt over te nemen en dit is pas het begin. Dus als je eind 2022 inderdaad had aangegeven van zie je nou wel, zijn er natuurlijk heel veel mensen die misschien wel een short positie hadden ingestart of een positie hadden verkocht. Maar een heel groot deel die zat natuurlijk in Tesla omdat ze overtuigd zijn van Tesla en kwamen er pas laat achter van oké, het was misschien toch iets te hoog qua waardering. Dus ook al denk je heel veel beleggers inderdaad alle kennis te hebben om de markt te kunnen timen, als we kijken naar allemaal verschillende onderzoeken over de laatste tientallen jaren, is het eigenlijk heel erg duidelijk geworden. Het timen van de markt is onbegonnen werk. En met dit spelletje wil ik gewoon een poging wagen om te zien of ik het voor elkaar kan krijgen om in een willekeurige periode van 10 jaar over een Amerikaanse aandelenmarkt beter te presteren dan de markt. Dus laat ik op start drukken. Ik zet hem dan wel ietsjes trager inderdaad, dat het niet te snel gaat. Maar je ziet direct dat de investering van $10.000 gigantisch omhoog gaat. En je denkt bij jezelf, ja, dit kan je niet volhouden. Dus ik denk op dit moment dat het misschien wel verstandig is om eventjes inderdaad wat winst te pakken. Even zien wat de aandelenmarkt vervolgens doet. Nou, je ziet dus dat er nu sprake is van een lichte stijging. Maar ik wil eigenlijk liever even wachten totdat het weer onderkruipt om weer een positie in te starten. Nu denk ik bij mezelf, hey, dit kan interessant zijn. Vervolgens zie je dus dat de aandelenmarkt inderdaad een beetje zijwaarts gaat, maar je ziet nu behoorlijk veel verkoopdruk ontstaan. Misschien toch te verstandig om nu heel even te verkopen om zo meteen te kijken of het nog verder doorzet deze daling. Je zit nu ongeveer op hetzelfde level als waar ik op heb verkocht. Dus even kijken of we inderdaad omlaag of omhoog kunnen gaan. Nou, misschien toch nu weer inderdaad een positie instarten. En dat was het juiste moment, maar alsnog zie je dat ik slechter heb gepresteerd dan de markt. Want mijn investering van $10.000 is in 10 jaar tijd uitgegroeid tot $19.131. Maar als ik ervoor had besloten om gewoon inderdaad die $10.000 te investeren en niks te doen, was het uitgegroeid tot $21.566. En we kijken over een fase van 1996 tot 2006. En als je dan vervolgens kijkt van oké, wat is dan het rendement wat ik heb behaald tegenover de markt? Nou, de markt kwam op een jaarlijks rendement van 8% uit en ik 6,7%. Dus daar zit wel een verschil. En als je ook kijkt naar het bedrag, ben ik iets meer dan $2400 misgelopen ten opzichte van de markt. Maar laat ik gewoon nog een keer een poging wagen om inderdaad te zien van oké, welke kant gaan we op? Je ziet van het moment dat ik de investering heb gedaan dat er flink omlaag gaat, maar nu is er snel direct een flinke bounce, een behoorlijke bounce zelfs. Je ziet dus dat het nu snel de lucht in gaat. Het gaat denk ik wel erg snel. Ik ga nu op de verkoopknop drukken, want dit ging wel heel erg snel. Je ziet ook dat het inderdaad rond hetzelfde level blijft, maar vervolgens is er nu een behoorlijke stijging. Het gaat vervolgens weer een pittige daling waardoor mijn investering er beter uitziet. Ik wil het nu toch maar weer kopen in de hoop inderdaad dat we weer de lucht in gaan. Nou, dat gebeurt dus nu ook langzaam en zeker. Het gaat nu wel heel erg hard. Ik probeer nu toch de markt te timen, want het is iets te snel gegaan in mijn optiek. Dus ik heb de positie verkocht. Je ziet dus dat het nu weer wat verkoopdruk meemaakt. We gaan nu behoorlijk hard omhoog. Hopelijk zakt het nog een beetje, maar het lijkt nu een beetje te stagneren. Nu toch maar weer een positie instarten om inderdaad dat rendement ook weer proberen mee te snoepen. We zien dus inderdaad dat er nu weer een behoorlijke stijging zich doorzet en ik laat het hier eigenlijk bij. En nu zie je dus dat het verschil nog vele malen groter is. Want dit is namelijk de fase van 1983 tot 1993 en mijn investering is uitgegroeid tot $23.410. Maar had ik gewoon niks gedaan, dus die inderdaad gewoon op dag 1 die $10.000 geïnvesteerd en ik zat gewoon te wachten, dan was het uitgegroeid tot $30.626. Dus een verschil van ruim $7200. En als je kijkt naar percentages, de markt heeft in die fase een rendement behaald per jaar gemiddeld gezien van 11,8%, terwijl ik het moest doen met iets onder de 9%. Dus natuurlijk zullen er ook fases zijn als ik dit spelletje opnieuw blijf spelen, dat ik het precies goed time en dat het juist uitpakt.
Maar als je kijkt naar de lange termijn, is het eigenlijk onbegonnen werk om elke keer op het juiste moment bijvoorbeeld een positie te verkopen, om het vervolgens later weer terug te kopen. Kijk, besluit je om een aandeel te verkopen omdat er fundamenteel wat is veranderd, misschien is het management veranderd. Dat kan natuurlijk altijd gebeuren dat je definitief wilt verkopen. Maar als je puur kijkt naar een investering voor de lange termijn, zoals bijvoorbeeld een S&P 500 ETF of als je kijkt naar een World ETF, dan is dat vaak een investering die je 30, 40 jaar wilt behouden. Dat is dus niet zo dat je elk jaar denkt, nou ik ga 3, 4 keer verkopen. Maar als je dat wel probeert te doen, dus echt gewoon als je kijkt naar macro-economisch gebied, alles te timen, dan wordt het best wel een lastig spelletje. En nogmaals weet ik dat ik totaal geen informatie heb van wat dat moment allemaal plaatsvindt, maar heel veel beleggers denken nu wel te weten wat er allemaal gebeuren gaat. Maar als dat daadwerkelijk het geval is, zal het natuurlijk niet zo zijn dat slechts ongeveer 5% op de lange termijn de S&P 500 kan verslaan. Dus dat geeft heel erg duidelijk aan dat een heel groot deel van de beleggers eigenlijk niet eens hoeven te beginnen aan individuele aandelen en het timen van de markt. Maar toch zijn er heel veel beleggers die denken, ja maar ik hoor misschien wel bij die 5% en dan haal ik een veel mooier rendement. Terwijl als je bijvoorbeeld kijkt met dit spelletje, natuurlijk is het ook weer niet zo dat je dit precies kan vergelijken met de huidige situatie, want je hebt natuurlijk nu wat meer informatie tot je, maar er is ook heel veel informatie wat je helemaal niet weet en wat misschien wel veel belangrijker is met de informatie die je wel hebt, dus het is heel erg lastig. Dus in deze video heb ik dus eigenlijk aangekaart dat het heel erg lastig is om de markt te timen. Als je ook allemaal kijkt naar iconen in de beleggingswereld, en Warren Buffett heeft het ook vaak aangegeven, het timen van de markt is onbegonnen werk. En dan heb je het over iemand die ongelooflijk veel mensen in dienst hebben, die verstand hebben over allerlei verschillende sectoren, in allerlei verschillende werelddelen, die heel lang naar school zijn gegaan, zijn hyperintelligent en die krijgen het niet voor elkaar. En terwijl heel veel beleggers gewoon bijvoorbeeld thuis na het werk eventjes een uurtje op de computer zitten en denken, nou, ik ga toch wel eventjes laten zien dat ik het beter weet. Natuurlijk, er is inderdaad heel veel onderzoek gedaan naar het timen van de markt. De markt probeert te verslaan op de lange termijn en dat er slechts een klein percentage het op de lange termijn voor elkaar krijgt. Dus dat wil zeggen dat er ook mensen zijn die daadwerkelijk succes gaan boeken. Maar als je kijkt naar het overgrote deel van de beleggers, is het inderdaad onbegonnen werk. Voor nu komt wel het einde van deze video. Mocht je vaker van dit soort video's willen zien, vergeet het zeker niet te abonneren. Ik wil je bedanken voor het kijken en zie je graag terug bij een volgende video. Later.